Welkom in Amerika, Californië. Hier zijn we voor een bijzonder bezoek. Hallo. Hey, is een beetje snel voor Pixar. We zijn hier omdat we een kijkje mogen nemen op een plek waar je normaal nooit mag komen. Het is misschien wel de bekendste animatiestudio ter wereld. Pixar. Hallo. Pixar is een enorm bedrijf. Het staat op een terrein van zo'n 8 voetbalvelden groot. Zo groot dat de medewerkers stepjes gebruiken. Oh, sorry. Saai is het hier nergens. Eten doen ze van hun eigen groentetuin. Je kunt er sporten en je vindt allerlei grappige details uit de Pixar films. Hier heb je dus Buzz Lightyear. Toy Story dus. That's just great. Maar ook Wall-E. Monsters Inc. Please let me in. Up. No. Pixar kreeg al tientallen Oscars. Ook de laatste film, Inside Out, won die belangrijke filmprijs. Was that? Was it a bear? There are no bears in San Francisco. I saw a really hairy guy. He looked like a bear. Hier komen alle Pixar-figuurtjes tot leven. De tekenaars hebben allemaal hun eigen hokje. Hier zijn ze bijna klaar met de nieuwste film Finding Dory. I remember my family. They're out there somewhere. Have to find them. Guys, het is de opvolger van Finding Nemo. In Finding Dory gaat Dory op zoek naar haar ouders. Hey, come on in. Come on. Dit is het hokje van animator Dave. Hij werkt dag en nacht aan Finding Dory. Yes, I spend a lot of time in here. This control just makes him go up and down in space. and this control makes him turn if I want him to turn more. Dave gebruikt voor de film ook zijn eigen spiegelbeeld. Nemo, you can't do these things. And then you go to draw it. Yeah, and then you're just like, okay, well, I can just feel how my face, like when I'm angry, like what my eyes are open wider and my brows are coming down. So then I can go over to the model. Yeah. And I can make the brows cool. Go down. Maar het begint allemaal met ouderwetse tekeningen. Jason tekende voor Finding Dory de octopus Hank, een van de hoofdrolspelers. Het was het moeilijkste figuur ooit gemaakt voor een Pixar film. Oh, by far that we've ever done. Yeah? Yeah. He has lots of limbs and he can go all the way flat, he can stretch, he can just do so much stuff. Open ocean. I know where that is. That's the exhibit located right next to. I don't care. I did this drawing of what, you know, the reaction I got from the guys that are going to have to build this character. And it's a joke, but in a way, this is a sign of success from my point of view, because if it's easy in what we do, that means we've done it before. Dankzij steeds snellere en betere computers is de techniek enorm vooruit gegaan. Dit was de eerste film ruim 30 jaar geleden. En dit is nu. Tot in de kleinste details kan Pixar het er hartstikke echt uit laten zien. Ja, dat looks very painful. Nice. Andrew en Lindsay letten daarop. Zij zijn de grote bazen achter films als Wall-E, Toy Story en nu dus Finding Dory. We put on the play 7 to 10 times over 4 years. Yeah. So that it just gets better and better and better. It's just like trying to learn an instrument or be on a sports team. There's just no way around all the practice you've got to do to get really good at. 4 jaar duurde het om Finding Dory te maken. En ondertussen zijn ze dus alweer bezig met nieuwe films. Maar wat dat is, dat moet voorlopig nog strikt geheim blijven. I can't say anything about it. So no. So what I see, it's who knows what you're seeing? You're just seeing some beautiful things. Let's move on. Okay. Want ook een groot bedrijf als Pixar heeft concurrentie van andere populaire animatiebedrijven. Die ook goede ideeën zoeken om veel kaartjes en dvd's te kunnen verkopen. Zoals de bedenkers van The Minions. Het eerste half uur van Finding Dory mocht ik al zien, maar Pixar wil iedereen zo lang mogelijk nieuwsgierig houden. Dus tot de première mag ik daar niks over verklappen. En ook regisseur Andrew zegt helemaal niks. Have a new movie? No, I'd be fired. How's it going, Bob? You know, met een opbrengst van 800 miljoen euro was Finding Nemo een enorme hit. Don't worry.
Natuurlijk hopen ze ook op zo'n succes voor hun nieuwe film Finding Dory. Bij Pixar kijken ze dus met spanning uit naar de wereldpremière aankomende week. Zelf zijn ze in ieder geval heel trots op hun nieuwe film. It's been a pretty good job. Yeah. It's like you're part of history in a weird way. And it's very strange to be part of history. And then to have them be incredibly well-liked and well-loved and really well-known is great.